overweiers waren de enthousiastelingen veelal blij verrast, ze hadden niet verwacht dat ze de cabaretier zo leuk zouden vinden. Ene Mieke vindt dat ze de Bredaner zelfs een excuus verschuldigd is. De fans van de oudejaarsconference van Weijers hebben niet veel woorden nodig. Onwijs goed of ik vind het geweldig. Peter wist niet dat we hier in Brabant zoveel humor hebben. Een feest van herkenning wordt door heel veel kijkers getwitterd. Diana heeft zelfs nog iets geleerd van de cabaretier. Het Twitterpubliek was wat minder positief over Huibrugs. Enkelen vinden hem niet grappig genoeg. Ook zijn zangkunsten werden afgekraakt. Door mens en dier zelfs. Ook Weijers kreeg wat commentaar. Hem werd vooral verweten dat zijn show te voorspelbaar was. Dit leidde tot de nodige onenigheid op de bank voor de buis. En de outfit van Weijers werd niet door iedereen begrepen. Was zijn jasje onverwacht kapot gegaan? Of hoorde het zo? Niemand die het wist. Huibrugs kreeg minder commentaar over zijn looks, maar natuurlijk was ook daar iets over te melden. Huibrugs verloochende zijn Brabantse afkomst in ieder geval niet. Zijn conference was in onvervals Tilburgs. En ook daar werd iets van gevonden. Zowel negatief.